Goedenavond allemaal, mijn naam is Ulkerjic. Ik ben officieel spreker voor Skyworld Community aangaande de technologie van Unitsky String Technologies. Ik ben een van de communicatieleden binnen het communicatieteam voor Nederland. Daarnaast ben ik community manager voor België en Nederland en alle overzeese landen die de Nederlandse taal voeren. Ik ben professioneel gebruiker van de applicatie AdverHunter en daar zal ik aan het einde van deze presentatie kort op terugkomen. Skyworld Community maakt het mogelijk voor mensen die dat willen om te kunnen participeren in de ontwikkeling van Unitsky String Technologies. Dus wat je op deze sheet ziet, dat is eigenlijk kort samengevat hoe het werkt. Je maakt gebruik van het aanbod vanuit Skyworld Community. Daarbij ondersteun je de ontwikkeling van Unitsky String Technologies en ja, volgens alle contracten weet je uiteindelijk ook wat je dan straks kunt gaan verwachten. Maar dit is nogmaals kort samengevat hoe het in elkaar steekt. Mocht je hier meer informatie over willen hebben voor nieuwkomers, dan is dat mogelijk. Dan is het ook mogelijk om mijn collega Nettie Sommers of mij te contacteren. En onze telefoonnummer zal ik aan het eind van deze webinar met jullie delen. Het klimaat is op dit moment een hot item. Dat wil zeggen dat de aarde warmt langzamerhand op. Ja, dat is eigenlijk een cyclus die eens in de zoveel jaar zich voordoet. Daar kunnen we niks aan doen. Wat we er wel aan kunnen doen, is de opwarming een klein beetje tegengaan met een goed innovatief idee. Kom er even niet uit. En die zijn er een hoop. En sommige ideeën zijn goed en sommige ideeën zijn wat minder goed. Anatoly Unitsky is eigenlijk in 1977 à 78 van de vorige eeuw begonnen met zijn idee uit te werken, te visualiseren, vorm te geven. En uiteindelijk sinds 2014 ook daadwerkelijk te assembleren en ervoor te zorgen dat het ook getest kan worden. Dus je ziet dat hij een kleine weg van plusminus meer dan 40 jaar heeft afgelegd om nu te komen waar hij is. En hij is er nog steeds niet. Het klinkt een beetje apart, maar dat is eigenlijk de weg die hij voordat wij in deze kans hebben kunnen participeren of voordat wij van deze kans afwisten, was hij eigenlijk al op het punt om dit wereldwijd uit te kunnen rollen. Alleen je moet altijd wel wachten op wanneer is de tijd rijp en wanneer zijn overheden dan wel mensen toe aan een innovatief idee. Nou, dit is Anatoly Unitsky. Anatoly Unitsky is dus de general designer van Unitsky String Technologies. Hij is dus ook de bedenker van Unitsky String Technologies. En hoe oostelijker je gaat op deze aardbol, hoe bekender Anatoly Unitsky is. Maar hoe westelijker je gaat op deze aardbol, hoe onbekender Anatoly Unitsky is. Maar als je kijkt op deze sheet, dan zie je dat hij verschillende samenwerkingen heeft met de Verenigde Naties. Hij heeft ook verschillende prijzen gekregen voor het werk dat hij heeft gedaan. Hij heeft een hele hoop uitvindingen op zijn naam geschreven. Dus het is uiteindelijk geen onbekend persoon. Het is wel zo dat binnen de westelijke konterijen heeft men de focus op andere aspecten staan. En dat is gewoon wat het is, kunnen we niks aan doen. Dit is Anatoly Unitsky met een van de vele certificaten en patenten. Het is heel goed om jezelf te realiseren dat alles wat Unitsky ontwerpt, dat moet beschermd worden. Maar dat moet ook getest worden. Hij kan het ontwerpen, hij kan het testen, maar het beschermen en het certificeringsproces, dat is een proces wat vanaf buitenaf moet plaatsvinden. En daar hebben we helaas geen invloed op. Dit zijn nog meer certificaten en patenten. Dus om jezelf een voorbeeld te geven, de U-Bus U4210, een van de eerst ontworpen modellen, die is compleet gecertificeerd. Dus dat betekent dat, dat mensen in China niet met zijn idee aan de haal kunnen. Ze kunnen daar naar kijken. Ze kunnen het proberen te klonen, maar op het moment dat ze proberen te klonen, dan hebben ze eigenlijk een lichtelijk groot probleem. Maar dit zijn nog meer patenten die hij in de loop der jaren heeft weten te verwerven. En daar rijst ook altijd de vraag van, wat maakt nou dat Unitsky String Technologies niet in Europa actief is? Hoe kan dat? Nou, dat heeft er eigenlijk alles mee te maken dat Unitsky String Technologies een nieuwkomer is op de Europese markt. En voor nieuwkomers op een Europese markt, die eigenlijk al nok vol zit met transportinnovativiteiten waarvan men dat denkt, daar is gewoon geen plaats voor. Dus Unitsky is erbij gebaat dat private instellingen, dan wel overheidsinstellingen van andere landen, het zien zitten in zijn idee. Dus wat dat betreft mogen we onszelf in onze handen knijpen met de volledige ondersteuning van de Arabische Emiraten. Maar de Europese Unie is wel degelijk op de hoogte van het bestaan van Unitsky String Technologies, want het certificaat rechtsonder geeft dat aan, daar staat een ja-vinkje in. Ik realiseer me ook dat het misschien moeilijk is te lezen, maar ze zijn dus wel degelijk op de hoogte.
Nou, dit is Anatoly Nitsky met een certificaat dat is afgegeven door de Belarusische overheid een aantal jaar geleden. Wat aangeeft dat Unitsky String Technologies een bona fide bedrijf is waar wereldwijd met een gerust hart zaken mee gedaan kan worden. Dus ook in de huidige situatie waarin we ons nu bevinden, kan er nog steeds op een goed niveau zaken gedaan worden met Unitsky String Technologies. Daarnaast wordt een heel groot gedeelte van het commerciële gedeelte van Unitsky String Technologies vanuit de Emiraten geleid onder de naam Youscovery. Daar kom ik later even ook kort op terug. Dit is een ander certificaat wat aangeeft dat ze inmiddels niet meer op normaal niveau operationeel zijn, maar dat ze ook op wetenschappelijk niveau operationeel zijn. Dus ze worden uit verschillende hoeken ondersteund en ze kunnen dus vanuit verschillende hoeken ook op een ander niveau opereren. Ja, dit is Unitsky String Technologies. Hoe het er dan in de werkelijkheid uitziet. Deze foto is gemaakt op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. En wat direct opvalt is dat er heel weinig ruimte wordt gevraagd van de natuur. Doordat alles zich bevindt op het tweede niveau. Dus we zien hierboven de U-flash in dit geval. En we zien intermediate support. En we zien de stringrail. En dat is allemaal horizontaal en verticaal gebouwd. Waardoor je dus meer ruimte overhoudt, zoals reeds aangegeven, op het eerste niveau. Waardoor mens en natuur er op een rustig niveau zouden kunnen lopen of zouden kunnen bewegen. Unitsky String Technologies heeft eigenlijk heel veel voordelen. De criticasse zal zeggen, ja, maar er zijn ook nadelen. Nou, mijn inziens absoluut niet. Maar het is een goedkopere manier om te reizen van A naar B. Het is een goedkopere manier om te implementeren in bestaande infrastructuur dan wel in de infrastructuur die we nog zouden willen bouwen. Het zorgt eigenlijk voor een beter leefklimaat voor mens en natuur. En zo kan ik de lijst met eigenlijk pluspunten alleen maar langer maken. Dus dit is wat Unitsky String Technologies nu al kan realiseren. Dan zeggen veel mensen ook, ja, maar het idee van Unitsky is niet nieuw. Er zijn al verschillende steden die een transportsysteem hebben op het tweede niveau. Denk aan een metrosysteem in Amerika. Denk aan het metrosysteem in de Duitse stad Wuppertal, zoals hier aangegeven op de foto aan de linkerkant van jullie sheet. Dat is correct. Maar wat wel nieuw is, is dat de innovatieve transportmodellen van Unitsky String Technologies volautomatisch kunnen rijden en kunnen nadenken. Als we hier naar de foto aan de linkerkant kijken, dan wordt het model nog steeds bestuurd door een treinmachinist om van A naar B te komen. We hebben ook te maken met steden die eigenlijk in de laatste jaren gigantisch uit hun voegen zijn gebarsten. En die, waarbij de infrastructuur op een gigantische achterstand is achtergebleven. Denk hierbij aan India, New Delhi. Denk bijvoorbeeld aan andere steden zoals Jakarta, Lahore, Lagos. Noem het maar op. Dat zijn allemaal steden die gigantisch zijn gegroeid, maar waarbij de infrastructuur er niet is op berekend. Dus dat betekent dat mensen dagelijks in de file staan en dat niet alleen op de heenreis, maar ook op de terugreis hebben. Dan is er ook een groep die altijd zegt van ja, maar Unitsky String Technologies, dat idee is niet nieuw. Het is een kabelbaansysteem. Nou, dan moet ik vaak ook weer rustig aangeven dat Unitsky String Technologies is verre van een kabelbaansysteem. Een kabelbaansysteem is veelal een getrokken systeem wat door motorwielen voort wordt gestuurd. Daaraan, aan de kabel hangen gondels of een skilift. En op die manier kunnen mensen van A naar B rijden. Denk bijvoorbeeld ook aan de trams in San Francisco. Dat is ook een kabelsysteem, maar dan zit de lier in de grond. Maar dan worden ze nog uiteindelijk de helling opgetrokken en van de helling afgeleid naar boven en beneden. Als we nu gaan kijken naar het innovatieve transportsysteem van Unitsky, dan zien we inderdaad, het hangt aan een kabel. We zien ook op deze foto linksboven op jullie sheet de intermediate supports. En daartussen zien we een gigantisch oppervlakte aan ruimte. Unitsky String Technologies kan stringrails implementeren waarbij de intermediate supports op een spanwijdte van 288 meter van elkaar staan verwijderd. In de toekomst zal het nog meer zijn, maar dit is wat ze nu kunnen garanderen en dit is ook waarop nu wordt getest. Daarnaast hebben alle modules van Unitsky String Technologies Artificial Intelligence aan boord. En wat is Artificial Intelligence? Dat is AI. Voor de meeste mensen is dat een ver van een bedshow, maar eigenlijk in je omgeving wordt langzamerhand alles al door AI bepaald en wordt er voor je gedacht. Het gaat heel geleidelijk, dus het is niet iets waarvoor je bang moet worden. Soms is het goed en ja, de ideeën die minder goed zijn, die worden uiteindelijk goed doorontwikkeld. En dat is ook met Unitsky String Technologies het geval. Dus op die manier mocht er zich een probleem voldoen, dan zijn de modules in staat om zelf te denken, zelf te sturen en zelf in te grijpen. Daarnaast zijn ze ook uitgerust met extra motorwielen. Dus op het moment dat er één motorwiel stuk is, dan zijn er nog altijd drie extra motorwielen die ervoor kunnen zorgen dat de modules toch van A naar B kunnen rijden, waarbij mensen op een veilige manier kunnen afstappen in een op- of afstapstation. Dit is een 2D-oppervlakte van ons aardoppervlakte, hoe dat eruit ziet.
ons aardoppervlak bestaat uit heuvels en dalen. Het is niet zo egaal zoals wij denken. Maar wij mensen hebben altijd de behoefte om heel veel te egaliseren, zodat we ons niet hoeven te struikelen. Maar dat heeft wel als gevolg dat bijvoorbeeld dieren in een bepaald leefgebied letterlijk en figuurlijk in het gedrang komen. Op het moment dat wij mensen de boel hebben geëgaliseerd, dan is het tijd om de fundering te maken. En de fundering neemt ook veelal 2 tot 3 keer extra ruimte in beslag. In dit geval gaan we een spoorconstruct neerleggen en dan zien we dat er een soort drietrapsraket ontstaat, waarbij het spoorconstruct vele malen minder ruimte nodig heeft dan eruit eigenlijk is geëgaliseerd. Als we nu kijken naar het innovatieve transportsysteem van Janicki, dan zien we dat de boel niet meer geëgaliseerd is, maar dan zien we dat het landschap nagenoeg intact blijft. Ik durf een verdeling te maken van 95% wat intact is gebleven en 5% is nodig om intermediate supports te plaatsen. En die intermediate supports kunnen op verschillende spanwijdes, zoals reeds aangegeven, van elkaar worden geïmplementeerd. Denk hierbij aan spanwijdes van 200 meter, 40 meter en zoals in de Emiraten nu wordt getest op 288 meter van elkaar. En wat direct opvalt is dat ons aardoppervlak gewoon intact blijft. Op het moment dat een stringrail is gespannen, dan worden eerst de intermediate supports gebouwd. Vervolgens wordt de stringrail gespannen en geleid en worden de hulpdragers neergezet om die stringrail op spanning te brengen. Als de stringrail eenmaal op spanning is, dan worden de uiteindes uit de grond gehaald en die worden verankerd aan zogeheten ankersupports. En ankersupports zijn stations. Als het eenmaal af is, dan zien we hier, laten we hier een heel simpel voorbeeld pakken van 288 meter, dat er een spanwijdte ontstaat, waarbij er dus heel veel ruimte overblijft voor de natuur om terug te keren in zijn oorspronkelijke habitat. Het anti-derailment system, dat is het ontsporingssysteem, dat zien jullie in het blauwe kadertje. Dat is een zeer belangrijk systeem, dat zorgt ervoor dat de modules niet kunnen ontsporen. Dat willen we niet, dat wil jij niet, dat wil ik niet, maar dat wil het bedrijf ook niet, want dat zou een gigantische ramp betekenen. Aan de rechterkant zien we een doorsnede van de stringrail, hoe dat eruit ziet. En in dit geval is dat een van de stijve spoorconstructen met 6 getwiste snaren van binnen. Dat is een string. Alles wordt bij elkaar gehouden door de behuizing. Aan de bovenkant zien we de rail bedding en dat is ook het contactpunt waarbij Janicki String Technologies er een gigantisch aantal jaar garantie op durft af te geven. Voor de stevigheid is er zorg voor een milieuvriendelijk opvoermateriaal wat gigantisch uitgehard is, waarbij dus de stringrail oerstevig en oersterk is en dat hij wel flexibel is. Dus mocht er een aardbeving zijn dat hij mee kan vibreren, maar dat hij ten alle tijde niet zal knappen. Maar goed, dat is wat zij tot nu toe hebben weten te ontwerpen. En dat is waarom ze ook aangeven dat hun systeem tegen verschillende extreme weersomstandigheden, dat het daartegen bestemd is. De modules kunnen op een verschillende interval achter elkaar rijden. Dat kan volledig automatisch, waarbij de modules dus zelf kunnen nadenken. Dat kunnen ze nu op een interval van 20 tot 50 seconden. Maar in de toekomst zal het zo zijn dat ze dat kunnen met plus 2 secondes. Dat ze dus binnen die tijd kunnen anticiperen op alles wat er eventueel voor hun gebeurt. Dit is een ankersupport, zoals ik een aantal sheets geleden al kort benoemde. En dat is dus een opstapstation. Wij mensen kunnen dus van het eerste niveau naar het tweede niveau lopen. Dat kunnen we met de trap doen of met de lift voor degene die willen of niet anders kunnen. En dan kunnen wij dus opstappen op een van de modules en zo van A naar B rijden. Wat direct opvalt is dat door de natuur niet eigenlijk aangetast hoeft te worden. Waarbij infrastructuur ook niet verlegd hoeft te worden, maar waarbij er voor is gekozen om dat bovenbestaande infrastructuur te kunnen bouwen. Op dit moment is de drone ook in ontwikkeling. Hij is in de certificeringsmodus. Dit is de zwaarste drone ter wereld. Die straks een laadvermogen zal hebben van 1,5 ton, 1500 kilo. Op dit moment kan die plus 750 kilo tillen. En zodra die 1,5 ton kan tillen, zal die ook direct worden ingezet voor commerciële projecten te kunnen bevoorraden, zodat daar de bouw op moeilijk bereikbare gebieden ook kan plaatsvinden. We hebben 3 soorten verschillende type stringrails. We hebben een stijve spoorconstruct waarbij de modules eraan hangen. We hebben een stijve spoorconstruct waarbij de modules zowel onder als bovenlangs overlangs kunnen rijden of aan kunnen hangen. Het positieve van deze stringrail is dat modules niet meer op elkaar hoeven te wachten en dat je een combi kunt maken van vrachtvervoer en passagiersvervoer. Dat kan zowel hangend als staand. Dan hebben we een flexibel spoorconstruct. Het woord flexibel zegt het al. Het diepste punt is altijd dieper als de intermediate supports. En bij deze stringrail wekken modules eigenlijk constant energie op die ze voor zichzelf kunnen gebruiken en indien nodig zouden kunnen afstaan. Daar zijn op dit moment nu nog testen voor gaande, om dat straks zo goed mogelijk
voor te kunnen zetten. Maar dat is wat ze straks kunnen gaan bieden. En dat is wat ze nu aangeven, waar ze ook op testen. Dit alles kun je overigens terugvinden in alle eerder gedeelde berichten die Unisci String Technologies heeft vrijgegeven. Door middel van staal op staal wrijving komt er ook energie vrij. En die energie kan ook worden opgeslagen in een van de vele accu's. Dus er zijn verschillende mogelijkheden waarbij Unisci String Technologies energie kan opwekken. De aerodynamica is ook een heel belangrijk aspect. Je kunt niet te vanuit gaan als je een vierkant model zou creëren, dat het dan ook aerodynamisch zo ontworpen is dat het heel weinig energie vreet, of extra energie vreet of vergt van de module om op gang te komen. Nou, Unisci heeft er eigenlijk voor gezorgd om de U-flash zo te ontwerpen, dat is wel voor als achterlangs geen windcirculatie heeft, en dat er dus gewoon een egaal stuk wind ontstaat. Als we nu kijken naar de auto aan de linkerkant op deze sheet, dan zie je dat er achter de auto een soort windcirculatie ontstaat. Dit is ook zo met vliegtuigen. En vliegtuigen moeten altijd op elkaar wachten, want op het moment dat ze achter elkaar gaan opstijgen, dan komen ze in elkaars vuile lucht en dat veroorzaakt gigantisch veel turbulentie. Plus dat ze extra energie moeten gebruiken om toch op snelheid te komen, om het vliegtuig recht te houden. Dus zo zie je dat Unisci String Technologies er zorg voor draagt dat alles op een ordentelijke manier kan worden ontworpen. Dit is de U-flash en de U-flash vind ik wel even belangrijk om even aan te stippen. In het oude stageplan heeft de U-flash onderdeel uitgemaakt van de 15 fases. Maar het is zo dat de U-flash de huidige fase, en dat kun je ook al terugvinden in de nieuwe documenten die we binnenkort met jullie gaan delen. Maar de U-flash is op dit moment uit het huidige plan gehaald, omdat de ontwikkeling lang gaat duren. Dat heeft Unisci niet in zijn eigen hand. Er wordt gekeken waar ze testtracks kunnen bouwen. Er wordt gekeken in Belarus of de Verenigde Arabische Emiraten. En ja, dat is nu gewoon even kijken waar het het snelste zou kunnen. Maar de U-flash zal straks wel onderdeel uitmaken van hetgeen wat Unisci String Technologies zegt uit te willen gaan keren. Dus het is niet zo dat we daar niks meer van gaan zien. Maar het is wel zo dat de ontwikkeling hiervan even iets langer gaat duren. Dit is een volledige rollingstop van Unisci String Technologies. Alle modules, behouden de U-flash en de U-light, hebben een topsnelheid van 150 km per uur. De U-wind, linksbovenin, biedt plaats aan twee personen en 150 km per uur topsnelheid. De U-bike, het is het eerste geteste en gecertificeerde model van Unisci String Technologies, biedt plaats aan 2 tot 3 personen, kun je zowel automatisch als manual, dus dat je letterlijk en figuurlijk moet trappen om vooruit te komen, bedienen. Dan krijgen we de U-car U4 430 T1 en T3, eigenlijk compleet identiek, behalve dat er bij de 1 plaats is voor 6 personen en bij de andere plaats is voor 18 personen, dat zeg ik correct. Nou, dan hebben we de U-bus U4 210. Deze biedt plaats aan 12 tot 14 personen. Dan was er iemand die in de opmerking aangaf dat de prototypes er compleet anders uitzagen als het nieuwste gelanceerde model van Unisci String Technologies. Alles wat we hier zien zijn geen prototypes. Deze modules zijn klaar om direct geïmplementeerd te worden. Dus dat wil ik hierbij ook even duidelijk aangeven. Dit zijn geen prototypes. Ze kunnen inderdaad afwijken, maar deze zijn klaar. Dan hebben we de U-bus U4220T2. Die heb je ook in 3 verschillende versies. In de enkele versie biedt die plaats aan 25 personen. Dubbele versie 48. Drie dubbele versie 64 personen. Dus zo loopt dat constant op. De U-flash in deze configuratie is plaats voor 6 personen. Topsnelheid 500 km per uur. Er zullen straks varianten worden ontworpen waarbij de plek is voor 20 tot 25 personen. Dit is de 5e generatie transportmodules van Unisci String Technologies. Zoals net ook al aangegeven, de U-Light zien we aan de linkerkant. Deze heeft een topsnelheid van 80 km per uur. Wordt op dit moment getest naast het Ecotechnopark in Marina Gorka. Dus de module voor het eerste commerciële project. Dan hebben we de U-Bus, ook een compleet nieuw model, de Carrot. En ook deze is op dit moment in de certificeringsfase begonnen. Dus we zien dat ze zowel in Wit-Rusland als in de Verenigde Arabische Emiraten worden getest op verschillende klimaatniveaus. Ook het vrachtvervoer is niet achtergebleven in de ontwikkeling. Door de afgelopen pandemie waar we mee te maken hebben gekregen, was de vraag sneller terechtgekomen bij het goederenvervoer. En dat is ook bij Unisci String Technologies niet onopgemerkt gebleven. En wat hebben zij gedaan? Ze hebben de U-Cont in sneltreinvaart ontworpen. De U-Truck was er al en de U-Trans was er ook al. Dus deze twee laatstgenoemde modules worden op dit moment ook al getest op het Ecotechnopark en zijn in feite ook direct inzetbaar om geïmplementeerd te worden in verschillende gebieden waar de vraag naar is. Dit is de U-Cont in een 3D-tekening en
hoe het hier in het echt uit gaat zien in de assemblagehal. We krijgen een staande module en we krijgen een hangende module. Excuus. Die moest er even uit. Dus deze module gaat er ook aankomen. Het kan zijn dat hij al op de boot is naar de Emiraten. Want hij zal ook getest worden in de hangende versie op teststrik 4 in de Emiraten. Nou, zoals eerder aangegeven, de U-Light is het eerste commerciële project. Dus dat is de module. Baan is plus-minus 1125 meter lang. Nou, we zien hem hier. We zien Anatoly Yunitskiy ervoor. Anatoly Yunitskiy heeft een aantal weken geleden een gigantisch interview gegeven. Dit interview is uitgetypt. Ik begrijp dat niet iedereen de Engelse taal beheerst, maar maak gebruik van Google Translate. Dat is nagenoeg nauwkeurig, zodat je het ook kunt begrijpen. Zodra de Nederlandse teksten beschikbaar zijn, zal ik die ook delen in de verschillende officiële kanalen. Nou, dit is het hoofdkantoor van Yunitskiy String Technologies. Hier zitten de knappe koppen die alles ontwerpen. Wij hebben het idee omarmd en we hebben het idee, we supporten het idee. Maar hier zijn de mensen die het idee ook daadwerkelijk moeten uitvoeren van Yunitskiy in samenwerking met Anatoly Yunitskiy. Nou, dat doet hij niet alleen, dat doet hij echt met een team van plus minus 1000 mensen. En die zijn er dag en nacht bezig om alles te ontwerpen, vervolgens te assembleren. En als het eenmaal in elkaar zit, dan kan het naar het Ecotechnopark. En het Ecotechnopark is een voormalig militair oefenterrein geweest, wat Yunitskiy String Technologies heeft omgetoverd tot een florerend ecologisch testpark. Ik noem het eigenlijk een showroom in de open lucht, maar het grote voordeel hier is dat alle stringrails hier staan. We zijn er ooit begonnen met 2, maar we hebben er inmiddels door vraag van klanten, hebben er inmiddels bijna 5 à 6. Dus zo zie je wat we kunnen bieden. Dat is gigantisch. Daarnaast worden ook gewassen op ecologische wijze geteeld. Er is een heel groot vakantiepark verrezen bij de vijver, voor zover dat zichtbaar is. En daarvoor gaat de U-Light dienen om toeristen van de parkeerplaats, van de receptie, naar het vakantiepark aan de achterkant te brengen. Daarnaast worden overheidsdelegaties, universiteitsdelegaties hier ontvangen. De jeugd heeft absolute toekomst, dus de jeugd wordt ook klaargestoomd om het idee van Yunitskiy voor te zetten, mocht Anatoly er straks niet meer zijn, maar dat wel zijn idee voortgezet kan worden, want hij kan het niet alleen. Daarnaast wordt de test ook in Wit-Rusland op verschillende weersomstandigheden, in natte omstandigheden, in winterse omstandigheden, er wordt getest omdat het gewoon van belang is. Nou, zoals ik net aangaf, er wordt niet stilgezeten op het testpark in Wit-Rusland. Hier wordt een nieuwe testlijn in aangebouwd. En deze testlijn zal straks ook worden gebruikt om de Unicorn bijvoorbeeld op te testen. Dit is de U-Flash. De U-Flash is tentoongesteld op het Ecofest van 2018. Op de Innotrans van 2018 en op het Ecofest van 2019. En hij maakt op dit moment ook al zijn eerste testmeters. Echter is het wel zo dat de baan in Wit-Rusland te kort is. Die is maar 900 meter. Maar het is wel zo dat wat ze kunnen aanpassen, dat ze dat ook direct doen. Dus dat zien we op de linkerfoto. Dan zien we hoe het onder de witte kappen eruit ziet. En dit zijn de modellen die we nu in Wit-Rusland hebben. Hier zien we hoe dat eruit ziet. Modules hoeven niet meer op elkaar te wachten. Ze kunnen zowel boven als onderlangs rijden gelijktijdig. En we zien op de achtergrond alle andere modules. Het geluid is ook een heel belangrijk aspect van Yunitskiy String Technologies. Want je kunt niet iets creëren wat vervolgens gigantisch veel kabaal maakt. Waarbij mensen en niet blijer van worden. Alle modules van Yunitskiy String Technologies produceren ongeveer een maximum decibel van 80 dB. Nou, als een module op 150 kilometer komt aanrijden, heb je pas gedetecteerd met je oren als hij weer voorbij is. Dus zo snel gaat dat. Daarnaast is ook de stringrail volledig geïsoleerd, dus dat geluid kan eigenlijk niet weg. En als je het moet vergelijken met een trein, bijvoorbeeld de trein van de NS die op 140 km per uur voorbij komt rijden, die maakt heel veel geluid en dat geluid blijft ook heel lang hangen. Daarnaast heeft Yunitskiy String Technologies ook tal van samenwerkingen. Dit is een van de meer bekendere samenwerkingen voor de Belgische participanten in deze webinar met Belgisch bedrijf Bekaert. En zij hebben rollen staal geleverd, zowel in Wit-Rusland als in de Emiraten. Dus ondanks de huidige situaties zie je dat er nog steeds wordt geleverd en dat er nog steeds wordt bevoorraad. Dat geldt ook voor het Chinese bedrijf Lenovo. Die hebben de datakasten voorzien. Vervolgens ook alle software systemen geplaatst en geïmplementeerd, zodat dat de werknemers van Yunitskiy String Technologies op een goede manier kunnen werken. Dan hebben ze ook nog een samenwerking met het Franse bedrijf Dassault Systèmes. Ik hoop dat ik het goed uitspreek voor de kritische mensen in deze webinar.
En zij hebben een technologie geleverd voor Janitsky String Technology, 3D-technologie, waarbij ze op een efficiëntere manier kunnen ontwerpen. Dit bedrijf is een Frans bedrijf, wat ook operationeel is in de luchtvaartindustrie. Wordt door een van de 25 rijkste families geleid ter wereld. Dus dat geeft ook aan dat Janitsky String Technologies binnen de hoogste konterijen, ik noem het maar even de onzichtbare konterijen, wordt ondersteund. Die hebben een gigantisch mooi artikel geplaatst op hun website over hoe zij kijken naar Janitsky String Technologies. Dan gaan we van Europa en alle samenwerking naar een andere samenwerking, een hele belangrijke mijn inziens, in de Verenigde Arabische Emiraten. Dit is het Sharjah Research Technology and Innovation Park, een hele mond vol. Maar dit is dus waar Janitsky String Technologies ook een stuk land heeft gekregen en is gaan bouwen. De Sheikh van Sharjah is persoonlijk betrokken bij eigenlijk de ontwikkeling van Janitsky String Technologies, die in de Emiraten onder de vlag van U-Sky Transport operationeel is en die daar dus ook gewoon alles kan ontwikkelen. Dus volledige support van de Emiraten. Het Sharjah Research Technology and Innovation Park zorgt er eigenlijk voor dat A met C wordt verbonden. Zij zijn B. En wat doen zij? Zij hebben alle contacten in een database met ambassadeurs, met presidenten, met verschillende delegaties wereldwijd. Hebben ook verschillende connecties met universiteiten wereldwijd. Denk bijvoorbeeld aan de Universiteit van Oxford, Boston, noem maar op. Al die belangrijke universiteiten werken ook samen met de University of America. En zij zorgen ervoor dat eigenlijk alle mensen met Janitsky String Technologies in contact kunnen komen. Dus dat is wat zij doen naast het promoten van Janitsky String Technologies voor hun eigen MENA region. Dat is dus de MENA staat voor Middle East en Africa countries. En daar hebben zij heel veel verschillende ideeën over wat zij daarin willen gaan doen. Een leuk detail is bijvoorbeeld ook het Nederlandse bedrijf Lightyear, wat in Nederland failliet is gegaan. Maar in de Emiraten zijn zij nog steeds bezig om de Lightyear 2, als ik het goed zeg, toch operationeel te krijgen. En ook het Sharjah Research Technology and Innovation Park support het idee om de Lightyear 2 in productie te nemen. Dat is even een zijstap. Dus dat is eigenlijk wat het Innovation Park voor ons kan doen. Nou, dit is de U-Car U4431T Tropical Version. Deze kan tegen hittes tot plus minus 60 graden Celsius. En hier maakt hij zijn eerste meters op de baan van 400 meter. En die baan is inmiddels ook volledig gecertificeerd. Er wordt niet alleen getest op passagiersvervoer, maar ook op goederenvervoer. Dat is een mini-container en die wordt ook daadwerkelijk getest. En alle data die hieruit vrijkomt, wordt straks geïmplementeerd in de chips van de grote U-cont, zodat hij met een voorsprong de testfase kan aanvaarden. Waarbij hij dus ook nieuwe testen kan ondergaan en niet meer testen hoeft te ondergaan die bijvoorbeeld deze mini-container al heeft gedaan. Nou, zoals ik net ook al aangaf, de baan van 400 meter is volledig getest en gecertificeerd in de Emiraten. Dus dat betekent dat hij veilig is verklaard. Dit is een heel belangrijk certificaat. Dit certificaat is uitgegeven door TUV, is ook een wereldwijde organisatie. En zij zorgen ervoor dat ideeën worden gecertificeerd, zodat ze ook in gebruik genomen kunnen worden. Maar dit is een hele belangrijke stap voor voor Janitsky String Technologies. Want dit zorgt er ook voor dat zij dus met één been al in alle certificeringsprocessen in de Emiraten kunnen gaan staan. Omdat dit in goede, eigenlijk op een goede manier is verzorgd en is afgerond. Daarnaast hebben ze ook een ander certificaat gekregen, dat is een ISO-certificaat. De vestiging in Wit-Rusland heeft hem al eerder gehad, ik geloof ergens terug in 2017 of 2018. Een ISO-certificaat wat aangeeft dat de management kwaliteitssystemen volledig op orde zijn. Dus alles binnen de volledige organisatie, zowel van Janitsky String Technologies als U-Sky Transport, dat zijn twee losstaande dependansen van elkaar, maar vallen wel binnen de holding van Unitsky Corporation. Zijn dus volledig goed, hebben dus het certificaat dat ze volledig alles op orde hebben. Nou, dit is een certificaat wat aangeeft dat ze ook in de Emiraten al wetenschappelijk niveau operationeel zijn. Dus zo zie je dat we echt te maken hebben met een bedrijf wat alles op orde heeft. En dit zijn eigenlijk mijn inziens de meest belangrijke aspecten die je kunt hebben. Deze zijn te toetsen. Dit zijn geen certificaten die ze hebben gekopieerd. Nee, deze certificaten zijn afgegeven omdat ze gigantisch zware audits hebben. Ik begrijp dat mensen zeggen van ja, maar ik wil wel een commercieel traject zien, want dan geloof ik dat het echt is. Nou, je kunt een commercieel traject niet bereiken voordat je dit soort trajecten hebt doorlopen. Dus dit zijn hele belangrijke aspecten om te komen tot een commercieel traject. Dit is Anatoly Janitsky die eigenlijk
ja, zelf nog even komt inspecteren. Dat doet hij eigenlijk altijd. En nu inspecteert hij de testbaan op het testpark in de Emiraten van 2,5 kilometer lang. Klopt alles wat ik heb berekend. Is er geen metaalmoeheid, zitten er geen metaalscheurtjes. Nou, alles is goed bevonden. En inmiddels zijn ze ook bezig om achter de stations een ander station te bouwen, waarbij de modules van de grond naar het tweede niveau kunnen gaan. Het station wat jullie hier op de foto zien, dat is een 3D-tekening, maar zo zal het gaan worden. En we zien aan de rechterkant dat de intermediate supports voor die stations al staan. Het mooie van dit is dat een bedrijf in de Emiraten deze klus binnen 30 dagen heeft gerealiseerd. Dus van ontwerp tot realisatie hebben ze er 30 dagen over gedaan. En vervolgens staat het nu al klaar en kan er straks aan gewerkt gaan worden. Nou, dit is de U-Carrot. Hij is inmiddels op het tweede niveau verankerd. En maakt inmiddels ook al zijn test, eigenlijk zijn testritjes. Dus al met al zien we hier weer een gigantische positieve sprong naar voren. En zien we ook dat hij daadwerkelijk rijdt en dat hij wordt getest. Nou, de testlijn 4 wordt ook al gecertificeerd voor de delen waarbij ze dat kunnen. Dus er wordt zowel getest als gecertificeerd gelijktijdig. Dus dat is al met al zeer positief. We zien dus hier ook weer dat de U-Carrot eigenlijk van A naar B rijdt. Nog niet op volledige snelheid, maar daar zal straks ook wel verandering in komen zodra alles klaar is en dat alles getest is. Zodat hij ook zijn topsnelheid kan bereiken van 150 km per uur. Dit is testlijn 2. Die anchor support staan er al een aantal jaren. Maar inmiddels is ook het anchor support, het service depot, klaar. En in de 3D-tekening aan de rechterkant zien jullie hoe dat eruit gaat zien. Als ik het kort moet samenvatten, dan is het transportsysteem milieuvriendelijk, CO2-neutraal, innovatief. Het zorgt voor een beter leefklimaat voor mens en natuur. En zo kan ik de lijst met positieve pluspunten alleen maar langer maken. We gaan aan de updates, altijd een belangrijk aspect. Alles is begonnen met een aanvraag van CNN een aantal jaar geleden. En sinds dat CNN een aanvraag heeft gedaan, ja, is eigenlijk de mediabekendheid voor Janitsky String Technologies wereldwijd op een groter niveau getild. Voor de mensen die al langer participeren in dit innovatieve transportproject, die weten hoe negatief overheden zijn geweest. Maar diezelfde overheden geven nu aan dat het wel degelijk een transportsysteem is wat mensen en belanden het beste zouden kunnen implementeren voor bestaande dan wel niet bestaande infrastructuur die nog gebouwd moet worden. Dus zo zie je dat al met al langzamerhand alles positief wordt. Nou, dit is Anatoly Nitsky met koning Letzi III. Koning Letzi III is koning van het koninkrijk Lesotho en zij willen eigenlijk een lijn hebben van hun land naar een havenstad in Zuid-Afrika, Durban, zodat ze op een efficiëntere manier goederen kunnen transporteren van A naar B. Nou, de 15 kilometer project in Dubai, die staat ook in de stijgers. Daar heeft Nadezhda Kosareva, CEO van Unitsky String Technologies, ook een interview over afgegeven. Dus we zien dat de eerste commerciële trajecten achter de schermen, dat er druk, eigenlijk dat de voorbereidingen gigantisch in volle gang zijn. Nou, dit is Hussein Al-Mahmoudi, CEO van Sharjah Research Technology and Innovation Park. En hij geeft aan, op het moment dat het tot een succesvolle certificering komt op het U-Sky Transport and Certification Center, zullen wij de eerste drie projecten in Sharjah aan gaan kondigen. Nou, dit is een van de drie projecten in Sharjah. En wat zien we hier? We zien hier 3D-modules van de U-Carrot. En dit is de module die zij graag willen. Dus dit is geen prototype, dit is gewoon een bestaande module. Alleen is het geen module met witte kappen en ziet het er iets anders uit. Ja, dit is Anatoly Nitsky, die in een van zijn interviews aangeeft, nou, medio 2050 zal het transportsysteem grotendeels op het tweede niveau plaatsvinden. Dus eigenlijk hebben we hier te maken met een visionair die een gigantische geste doet naar ons. We beseffen het misschien ons niet, maar ja, uiteindelijk is dat wel zo. Dit is de sheik van het emiraat Ras Al Khaimah, die aangeeft dat hij ook geïnteresseerd is in projecten in zijn emiraat en ook weer met de U-Carrot. Dit is een delegatie van Saoedi-Arabië die voor de tweede keer op het testpark in de Emiraten is komen kijken, want zij zijn bezig, voor de mensen die dat misschien wel weten, met een gigantisch bouwproject van NEOM The Line. Daar zijn ze inmiddels ook mee begonnen om die te bouwen. En ze zijn aan het kijken van, pas Unitsky String Technologies binnen ons idee? Virgin Hyperloop gaat het niet worden. Unitsky String Technologies heeft een gigantische voorsprong op de concurrentie. En dan moet je echt denken aan plus minus 10 jaar. Dus de kans dat Unitsky String Technologies ook in Saoedi-Arabië actief wordt, is heel groot.
Nou, dit is een samenwerking die is getekend in Indonesië, met een entiteit in Indonesië. En zij willen ook een traject gaan realiseren van 3 kilometer van een station naar een heel druk winkelcentrum, om mensen op een efficiëntere manier eigenlijk te kunnen transporteren van A naar B. Indonesië is in het verleden ook al op het toneel geweest, is wat naar de achtergrond geraakt. Maar dit zijn gigantische positieve stappen die nu worden gezet. Dus Indonesië is er opnieuw. Naast Indonesië hebben ze ook andere samenwerkingen, zoals jullie dat hier zien, met een Europese entiteit. En zij willen trajecten gaan bouwen in Malaga. Dus wat ik in het begin van mijn webinar aangaf, private instellingen die het zien zitten kunnen bouwen in Europa. Nou, dit is er dus eentje van. Malaga, Turkije, Saoedi-Arabië, zoals al reeds genoemd. En op de achtergrond of achter de schermen zijn er al vergaande ontwikkelingen gaande. Dit is een samenwerking die is getekend met een Indiaas bedrijf. En zo zie je dus dat ook India ooit op het toneel is geweest, iets in de vergetelheid is geraakt. Maar inmiddels zijn ze weer volledig ten tonele verschenen. En zie je dat de samenwerking is getekend tussen eSky Transport, India Transport en USky Transport. En we zien Oleg Seretsky met de persoon van eSky Transport. Dus gigantisch positieve geluiden op de achtergrond. Dit zijn de landen waarvan Unisky String Technologies zegt, nou, hier hebben wij onderhandelingen mee. Nou ja, India kan eigenlijk al naar de volgende sheet die jullie zo gaan zien. Lesotho zou ook naar de volgende sheet kunnen. Nou, dan hebben we Bahrein en we hebben Indonesië. Maar Indonesië kan dus ook naar de volgende sheet. Nou, dit zijn de landen waarbij ze aangeven. Dat is in een heel groot document is dat geweest. Hier hebben wij contracten mee ondertekend. Dan zien we de Verenigde Arabische Emiraten. We zien de Verenigde Staten. We zien El Salvador. We zien Kazachstan en we zien Rwanda. Dus dat zijn landen waarbij zij zeggen, nou, hier zijn de contracten mee getekend. En hoe lang duurt het dan om zo'n traject te realiseren? Als alles meewerkt, dan duurt dat 2 jaar. Maar we zien bijvoorbeeld aan trajecten die al reeds zijn aangekondigd, tussen neus en lippen door, om maar zo te zeggen, dat het iets langer kan duren. Want je hebt gewoon te maken met certificeringsprocessen van bedrijven die eigenlijk buiten de invloed, buiten de macht van invloed zitten van Unisky String Technologies. Maar als alles meewerkt, dan kunnen we zeggen dat het ongeveer 2 jaar gaat duren. In het begin van mijn webinar gaf ik aan dat ik heel veel werk met augmented reality. En waarom is dat? Dat is om ervoor te zorgen om mensen voor te bereiden op de toekomst. Het klinkt gek, maar dit is wat de toekomst gaat bieden. En de meeste mensen kunnen dat niet bevatten, want ze denken dat het dan een film is of dat het nog fictie is. Dat dachten wij vroeger ook. Er zijn verschillende films waarbij je een transportsysteem ziet die op 2 niveau beweegt. En nu gaat het langzamerhand realiteit worden. En augmented reality in de vorm van Advent Hunter zorgt ervoor dat wij hieraan kunnen wennen. Het zorgt er ook voor dat overheidsdelegaties kunnen zien hoe dat er in hun eigen omgeving uitziet. En het zorgt dus ook voor dat mensen dus een beter gevoel kunnen krijgen bij het idee van Unisky String Technologies. Dit is Nadessa Kosreva die aangeeft om heel slagvaardig te handelen met innovatieve transportsystemen. Dit is een artikel wat zij wederom in het internationale tijdschrift Forbes heeft gegeven. Dus zo zie je dat zij achter de schermen gigantisch internationaal hard aan het werk is. Dus ondanks de huidige situaties, internationaal tijdschrift, zie je dat Unisky String Technologies nog steeds gewoon door blijft gaan. En dit is eigenlijk de breukentaart, zoals ik hem altijd noem, van Unisky String Technologies. We zijn ooit begonnen met Unisky String Technologies en dat project, we zitten in de 15e fase, gaat naar een eind. Maar wat komt erna? Nou, na dit kunnen we verschillende aspecten gaan verwachten. We hebben Euterra, of de wind, of de humus, we hebben windenergie en we hebben lineaire steden. En dit zijn de projecten die we kunnen verwachten na de 15e stage als het ontwikkelingsplan van Unisky String Technologies is gesloten. Nou, dus dan zie je hier wat we straks kunnen gaan verwachten, wat er dus nog gaat aankomen. Let wel, dit zijn vrije keuzes waar je wel iets in kunt doen of waar je niks in kunt doen. Dit staat helemaal los van wat Unisky String Technologies middels de ESSRH heeft aangekondigd. Dus dit staat er los van, hier kun je deelnemen en hier kun je niet in deelnemen. Maar dit zijn dus de punten, de projecten die gaan komen. Een aantal projecten zullen al heel snel gaan komen.
En een aantal projecten zullen wat minder snel gaan komen. En ik denk dat de UTerra, de biohumus en Elixir, dat het een gigantisch groot succes gaat worden. En omdat het iets is waarbij Unitsky String Technologies ook de kans heeft gekregen in de Emiraten. Waarbij je ook ziet dat het ecohuis volledig groen is. En dat is ook al met dit. Dit wordt uitvoerig getest om dit product echt te doen laten slagen. Maar dit is eigenlijk zeer positief naar mijn idee. Dus wil je hier meer over weten, er is een document. Ik ben inmiddels met Skyworld Community in onderhandeling om ervoor te zorgen dat ze dat in de Nederlandse taal gaan omzetten. Maar ik moet daar nog heel even op wachten. Er is een Engelse versie, die is beschikbaar en die zal ik ook binnen nu en niet al te lange tijd met jullie gaan delen. Dit zijn de mediakanalen die jullie kunnen raadplegen, die jullie kunnen volgen. Er zijn inmiddels al een aantal nieuwe groepen. Ik moet deze sheet eigenlijk bij gaan werken. We hebben een officiële kanalen en mijn vrijblijvende advies is om jezelf te abonneren op een van de officiële kanalen. En dat kan middels de link die ik in de chat heb neergezet. Doe dat. Waarom zeg ik dat? Omdat alle kanalen die de naam Skyworld Community dragen niet officieel zijn. De grotere kanalen zijn dat niet. En ook de kleinere kanalen niet. Skyworld Community heeft het in het leven geroepen om er juist voor te zorgen dat er geen ruis op de kabel staat. Maar deze kanalen, we hebben Telegram kanalen, we hebben Skype kanalen. De Skype kanaal is dus niet officieel, maar bijvoorbeeld Facebook kanaal is officieel. En zo zie je heel veel kanalen. Mocht je geen Telegram hebben, maar je hebt wel Facebook, maak er gebruik van. Mocht er een keer een storing zijn, want dat is ook heel belangrijk, dan heb je altijd de mogelijkheid om ons om met ons in contact te blijven op een van de verschillende kanalen. Dus ja, doe er je voordeel mee. Wil je er geen gebruik van maken, geheel vrijblijvend, maak je er al gebruik van. Fantastisch. Want wij zijn ervoor om alle informatie zo goed mogelijk met jullie te delen. Nou kan het ook altijd een keer zijn dat jullie een probleem hebben waar je niet uitkomt. Nou, dan staat het jullie vrij om Nettie, mijn collega of mij te contacteren. En wij zullen ervoor zorgen dat al jullie vragen binnen zo snel mogelijke tijdspannen beantwoord gaan kunnen worden. In België werk ik samen met Christian van der Vijver. Dat is mijn rol als community manager voor de Belgische mensen. Jullie kunnen mij ook contacteren. Mochten jullie ergens niet uitkomen, dan kan ik er altijd voor zorgen dat ik er samen met Christian van der Vijver alles aan doe om die vraag beantwoord te krijgen. Voor de Belgische participanten, Christian geeft morgen een offline meeting in een Belgisch café. Ik durf hem haast niet uitspreken, ik heb hem ook niet in mijn sheet. Volgens mij is het Café de Zure in Antwerpen. Ik heb de uitnodiging gedeeld in de Telegram kanalen en op de officiële Facebook kanalen. Maak er gebruik van, want de webinars zijn vrijblijvend. We realiseren ons dat we veelal dezelfde informatie met jullie delen. Maar dat is gewoon niet anders. En ik heb net al wat informatie met jullie gedeeld in beknopte versie over wat we kunnen verwachten. Christian gaat hier dieper op in. Doe er je voordeel mee, want er komt straks heel veel informatie op af. En dan kan ik alleen maar zeggen, dan ben je dankbaar dat je toch redelijk veel dezelfde informatie hebt gehoord. Want ja, jullie oren zullen ervan gaan zuizen wat er allemaal gaat aankomen. Ik ben hiermee aan het einde gekomen van mijn presentatie en ik wil jullie ontzettend danken voor jullie tijd, aandacht en energie. Nogmaals, hebben jullie vragen, doe er je voordeel mee, maak gebruik van de informatiekanalen. Ze zijn gratis, ze zijn vrij, maar ze zijn ervoor om jullie met een gerust gevoel in deze fantastische kans laten deelnemen en jullie alles weer zo goed en zo kwaad mogelijk op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen in verschillende sectoren. Ik wens jullie een fijne avond. Nogmaals, dank voor jullie tijd en tot de eerstvolgende webinar die mijn collega Nettie Sommers zal geven. Mocht er een webinar zijn die gegeven wordt door Christian van der Vijver, zodra ik de uitnodiging heb, zal ik die ook met jullie delen. Ik wens jullie een fijne avond en alvast een fijn weekend.